Flevolandschap ben ik dikwijls een beetje filmen en fotograferen. Ik was daar in een uitkijkhut en daar zag ik daar een hele koppel herten lopen, vlak voor mijn neus. Ik denk, nou, wat zou ik doen? Ga ik ze filmen of fotograferen? Ik heb ze gefotografeerd en zo te zien is het een prachtige opname geworden. Maar er zijn mensen die willen dat gewoon niet waarderen. Maar ja, helaas, ik heb deze opname gemaakt. En dat heeft een reuze naar mijn zin. En als ik zo eens kijk, dan zijn er nog veel meer dingen. Ze hebben daar prachtige films van gemaakt. Er is nou een grote hoofdfilm gemaakt. En hebben ze met 50 man door de wildernis heen gelopen. Met duikpakken en nog meer aan. Om een film samen te stellen. Met een kapitaal van een paar miljoen. Ik ben een kleine jongen. Ik heb toch voor heel goedkoop die filmpjes samengesteld met foto's. Maar ik heb ook een film ervan. En dat is mijn opname. En ik hoop dat het dan naar jullie zin is. Ik ben in 2006 door een broer van mij kennis gemaakt. Hè. En die maakte mij de Surinaamse vrouw kennis en die ging in Almere wonen. En die ging toen naar zijn verjaardag. En toen ontmoette ik daar een vrouw en die heette Antje Olij. En daar ben ik ook mee getrouwd. Maar ik heb daar zo naar mijn zin gekregen toen ik daar in dat landschap kwam, in die natuurgebieden. De prachtige natuur die daar geschapen is. Het is niet te beschrijven hoe mooi dat is. Niet alleen die herten, maar er zijn er zoveel vogels. De zeearend, de ooievaar, de lepelaar, de zwarte ooievaar, de... Nou, ik, ook CD-artiste, dan moet ik zeggen, het ijsvogeltje, al die vogels die ik al gezien heb in mijn leven, die kwam ik nooit tegen, maar nu wel. Nu komt dat allemaal zomaar naar me toe. Elke dag kom ik weer, als het mooi weer was, kom ik daar weer heen. Met plezier kom ik dat weer zien. Ik genoot ervan. Ik heb daar nooit zoveel genoten als ik daar was. Elke keer als ik daar kom, dan kom ik daar dingen tegen en denk ik, ah, wat is de wereld toch mooi. De natuur heeft ontzettend veel mooie dingen gemaakt. Als je nagaat dat in 30 jaar tijd, of in 35 jaar tijd, dit helemaal is ontstaan. Uit zijn eigen. Natuurlijk met toedoen van mensen, met mensenhanden en mensenkundigheid. Ze hebben daar ontzettend veel bomen geplant en uit het bos ontstaan. Maar ze hebben ook wat aan de natuur overgelaten. Je moest wel aan het rijden om daar bij deze uitkijker te komen. Maar je moest helemaal langs Meerpoort, helemaal het einde ervan. En dat was dat is daar dat gebied waar nu mijn nicht woont, Ida Noé. Daar een mooi huisje daar in de diamanthuurt. We gaan zeggen de, nou ja, in ieder geval de sieradenbuurt in de Diamantstraat. En daar heeft zij een huisje en die woont er vlakbij. En soms hoorden ze 's nachts het gebrul en het gevecht tussen die bokken. En dat is dan soms wel lastig voor die mensen. Maar zo'n mooie de natuur is daar, dat is niet te beschrijven. De paarden die daar rondlopen. De vogels, de zeearend. De zeearend is helemaal een bijzonder iets. Ik heb deze video samengesteld. En dat zijn dan natuurlijk geen video's, het is eigenlijk meer een klankbeeld van het gebeuren wat daar ik allemaal gezien heb en gefilmd heb of gefotografeerd heb, zo is het trip. En dat is daar als je die moeite krijgt om daar te komen in Almere, moet je daar eens een keer naar deze uitkijker gaan. Dan kun je zien hoe eigenlijk het Flevoland is geschapen. Eigenlijk grotendeels zichzelf en de natuur is opengelaten die de mens heeft geschapen. Om de film goed samen te stellen is er heel kawaii voor nodig om een beetje een goede film te maken. Maar je krijgt wel een goed overzicht over wat er allemaal leeft en groeit in daar in dat Flevoland. En ze hebben er nou een prachtige film van gemaakt en ik hoop dat een hoop mensen genieten. Maar ik hoop niet dat ze allemaal in grote getalen naar Almere komen, naar Flevolandschap te gaan kijken, want dan wordt het overstroomd van de natuur.
En dat wil de natuur ook niet. Maar zo moet het ook weer niet worden. Het moet blijven zo het is. En zorg dat het zo blijft. Ze zijn er wel druk mee bezig om de zaak op te ruimen rondom Almere. Om het uit te breiden en de wegen breder te maken. En ze vernietigen een grote deel van de natuur die al gemaakt is. Maar ja, hoe laat? Het is zo. We doen er niks tegen. Men wil op auto rijden en die wegen moeten uitgebreid worden. En dan moeten er een hoop stukken natuur weg.